Sjoep bij Schermer Zoa de Wijn uit Wieringerwaard. Ik ben Zoa de Wijn. Ik ben schermer en wiskundestudent. Ik ben nu 21. Het leeft al een tijdje in de familie. Mijn opa was er in eerste instantie mee begonnen. En vervolgens heeft mijn vader het ook opgepakt. En sindsdien ben ik ook gaan schermen. Het is een heel aparte combinatie tussen een spelletje van de geest en een echte uithoudingssport. Als je schermt heb je hele goede intervalconditie nodig. Omdat je natuurlijk kort een hele snelle intensieve actie maakt. En dan weer even rustig. Anderzijds is natuurlijk het denkspelletje. Het wordt heel vaak vergeleken met schaken. Je tegenstander laten reageren op iets wat jij doet. En als hij dan reageert, dan weet je eigenlijk wat hij doet. En dan kan je die punten maken. En dat vind ik eigenlijk het interessante van, van het scherm. Dat die twee zaken heel bijzonder samenkomen. In principe is scherm een vechtsport, maar er is geen fysiek contact. Dus je werkt allebei met een wapen. En de bedoeling is dat je binnen een bepaalde tijd, dus de tegenstander zo vaak mogelijk raakt. Het wapen hier, dat is de sabel. En dat wordt voornamelijk gebruikt als houwapen. Dus je steekt je tegenstander niet, maar je slaat echt op hun masker of op hun flank. Hiernaast heb je de floret. Dat is net zoals de degen, steekwapen. En je scoort punten door je tegenstander gewoon te steken. Alleen het verschil met de degen is dat je met de floret enkel je tegenstander op de romp mag raken. En tenslotte heb je dus hier mijn favoriete wapen, dat is de degen. En hiermee mag je dus overal raken waar je wil. En je kan ook het verschil zien tussen de kommen van deze wapens. Komt ook door de aard van het spelletje. Bij sabel hou je dus. Dus zodra je je wapen zo houdt, wil je je hand beschermen. Bij de floret hoef je alleen op de romp te steken, dus hoef je je hand niet te beschermen. Vandaar dat hier geen stuk zit. En bij de degen wil je dus wel je hand beschermen, omdat er ook geraakt mag worden. En daarom zit hier dus die grotere. Bij een wedstrijd heb je eigenlijk een vast systeem. Je begint met een pool, dan scherm je met 6 andere mensen, steeds partijtjes tot de 5 van 3 minuten. En op basis van die pool krijg je dan een ranking. En vervolgens ga je dus gewoon een eliminatiesysteem doen. Dan is het natuurlijk zaak dat je naar die pool zo hoog mogelijk staat, want dan krijg je, als het goed is dus, slechte tegenstanders en kan je dus zo mooi het rijtje afwerken. Je hebt twee vormen. Je hebt dus individueel, dan speel je gewoon voor jezelf verschillende partijtjes. En je hebt de teamvorm, dat heet dan de equipe. En daar speel je eigenlijk met 3 mensen tegen 3 andere mensen. Dus dan heb je in totaal 3x3, 9 partijtjes. En dan speel je allemaal tot de 5 en tel je dus die resultaten op. Dus junioren, dat is dan tot en met 19. En senior is alles daarboven. Dus dan heb je heel veel goede voorgaande jaargangen van junioren bij elkaar gevoegd eigenlijk. Dus dat wordt wel 10 keer zo zwaar, zou ik zeggen. Ik probeer elke dag te trainen. Alleen dit is lastig in combinatie met de studie en de locaties waarop getraind wordt. Want ik train 2 keer per week bij het nationale team in Den Bosch. En dat is natuurlijk lastig om elke dag te rijden. Dus ik probeer 2 keer per week te schermen in Den Bosch. En dan de overige 3 dagen heb ik thuis een soort trainingsprogramma. En dan 1 keer per week een wedstrijd. Mijn scherm is het meest populair in Europa. Dus ik zit meestal in omstreken Frankrijk, Duitsland. Maar ik ben ook geweest naar Moskou, Oezbekistan, dat soort gekke plekken. Bij het EK was het best een 10e plek. En bij het WK heb ik een aantal keren top 30 gehaald. In het geval van de wereldranglijst hebben ze een aantal Grand Prix en wereldbekers aangewezen. En dan moet je dus zorgen dat je goed op die wereldbeker scoort. Als je een eerste plaats hebt, dan krijg je dus 32 punten. Een tweede plaats 16 punten enzovoort. En dan worden die resultaten opgesteld. En in het geval van de Nederlandse ranglijst pakken ze de beste 5 resultaten. En dat is eigenlijk alleen relevant als je wilt plaatsen. En als je eenmaal geplaatst hebt, is natuurlijk die wereldranglijst. Voor dit jaar wil ik me sowieso gaan plaatsen voor het EK onder 23. En met een beetje geluk ook voor het EK en WK senioren. En verder wil ik gewoon hogere posities op de wereldranglijst behalen en verder zien we hoe het loopt allemaal.